Vandaag bespreek ik een album uit een reeks die nu al 57 albums telt. In 1972 begonnen scenario-schrijver Kova en tekenaar Salverius de serie De Blauwe Blouse. Het gaat over sergeant Cornelius en corporaal Blutsch van het Noord-Amerikaanse leger tijdens de Amerikaanse burgeroorlog die duurde van 1861 tot 1865. Deze Yankee-soldaten, zoals de Noordelingen ook wel werden genoemd, droegen blauwe blouses. Vandaar de titel van de reeks. Deel 1 is Wagen in het Westen. In dit deel moeten de sergeant en zijn kornuiten munitie brengen naar een fort in nood. Zaak is om deze munitie niet in handen te laten vallen van de Indianen. Een flinterdun verhaaltje zou je zo zeggen. Maar de humor maakt een hoop goed. En we weten nu dat Kova, naarmate de serie vordert, steeds betere verhalen gaat schrijven. Wat de tekenstijl betreft kunnen we kort zijn. Deze is aangenaam om naar te kijken. De samenwerking tussen Salverius en Kova mocht niet lang duren. Salverius sterft onverwachts. Lambiel neemt het van hem over en hij doet het uitstekend.